vandaag de eerste uitzending van het programma De Markante Velsenaar hier in Villa Westend. En ja, wie zullen we daarvoor uitnodigen? We hebben gedacht, we nemen de burgemeester Frank Weerwind. Hartelijk welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ja, we zullen elkaar maar tutoyeren, want ja, dat zijn we eigenlijk gewend, hè? Dacht ik. Mijn eerste interview in het Velsen heb je mij ook afgenomen. En toen merkte ik dat je in het rijtje van Isha Meijer valt. Dus ik heb weer een slapeloze nacht achter de rug, Jacques. Nou, dat zal best wel meevallen. Frank, jij wil weer burgemeester van Velsen worden voor de tweede termijn. Dus 6 jaar erop. Er komen er 6 jaar aan. Ga je die ook nog volmaken? Ik ga met mijn raad goed in gesprek over de komende 6 jaar. En iedere dag zal ik me inzetten voor Velsen. En ook als ze me willen herbenoemen. Maar ik mag nog meedoen tot en met september. Ja. Ik twijfel daar helemaal niet aan. Over die herbenoeming. Jij toch ook niet? Dank je wel dat je er niet aan twijfelt. Maar ik zeg altijd, ik ga de dag niet prijzen voordat de avond gevallen is. Ja. Nou, het feit gewoon dat je opteert voor een herbenoeming spreekt al boekdelen. En geeft al eigenlijk het bewijs van mijn stelling. Maar ik zal je daar niet verder over lastigvallen. Dat mag hoor. Kijk, 6 jaar Velsen. Velsen is een prachtgemeente. Niet alleen om te wonen, ook om in te werken. En juist dat werken zo internationaal is, blijkt gewoon het Velsen. Gisteren reed ik weer langs het kanaal. Ik was met collega's en er kwam een gigantische tanker. Die kwam zo varen door de sluis en dan ziet het dat plaatje tegen het decor aan van de industrie van Tata. Bijzonder mooi. Ja, nou ja, dat zijn de mooie kanten van Velsen. Ik kom daar zo op terug. Maar gaan we eerst even toch naar een heel speciaal aspect van jou. Je bent ook voorzitter van Nienzee. Dat is toch de club die de slavernij in Nederland herdenkt. De erfenis daar ook van. Onbezoldigd, geloof ik, want de subsidie is ingetrokken. Maar je bent natuurlijk een van de 3 allochtone burgemeesters. Jij bent de burgemeester met een kleurtje. En je wordt ook wel hier onze Obama genoemd. Onze Obama, dat betekent de Velsense Obama. Voel je je een Velsense man? Voel jij je een markante Velsenaar? Markant weet ik niet, maar wel een Velsenaar. Want door in deze gemeente nu zo intensief te hebben mogen werken. In IJmuiden, in Zandpoort Noord, in Zandpoort Zuid, in Velsen Noord. Kortom, in alle dorpen waar Velsenaren wonen. Leren zoveel waardering voor de mensen. Mag ik een concreet voorbeeld noemen? Ja, noem maar. Met het gasincident. En dan praat ik over Velsen Noord. Velsen Noord, ja. Ja, mensen die onder -4, -5 geruime tijd geen warm water hadden, niet konden koken. En wat een kracht in die samenleving heb ik gezien. Wat een creativiteit. Wat een mogelijkheid dat mensen gingen delen. En ik had een van die avonden, toen ze weer werden aangesloten op het gas, die huishoudens, moest ik werken in Amsterdam. Ik zit in het zeilbestuur. En ik dacht van, nou, ze zijn nu misschien nog bezig. Het was 21:30, 22:00 s'avonds. Ik ga even naar Velsen Noord. Want ik wist dat er nog huishoudens werden aangesloten. En ik ben met die monteurs meegewandeld een paar huizen binnen. En als ik zag, en gesprekken met de mensen. Dat is zo hard verwarmen. Want die mensen zaten soms 5 dagen zonder gas. Ja, in de winter. In de winter. En als ik dan zo merkte hoe warm ze waren. Het was soms moeilijk om die huizen te verlaten, om die woonkamers te verlaten. Ze waren wel koud, die woonkamers. Ja. Maar de mensen waren waanzinnig warm. Ja, ja. Maar jij kwam ook binnen natuurlijk. Nee. Ik mag mijn werk gewoon doen. Ja. Ja, en het zijn de mensen die het mogelijk maken. Ja. Over Velsen, daar kom ik nog terug. Nog even naar jouw roots. Ik moet je trouwens nog condoleren vanwege het overlijden van je vader recent. Dank je wel. Eigenlijk ook feliciteren, want het is een kroonjaar. 50 jaar. En geboren in Amsterdam, dus ik heb zitten rekenen. Dus die ouders van jou zijn al in de jaren 60 naar Nederland verhuisd. Het mooie is, mijn vader kwam in 1959. Is hij vertrokken vanuit Suriname, Paramaribo, met de boot. En waar zette hij de eerste voet aan wal in Nederland? Dat was in IJmuiden. Ja, en van daaruit heeft hij zijn opleiding gevolgd, verpleegkunde, et cetera, in het Amersfoortse. En mijn moeder ook in het Amersfoortse leren kennen. Zij kwam een paar jaar korter na in Vlissingen aan. Resultaat waren de 2 zonen Weerwind. Maar het mooie was, hij kwam aan in 1959 in IJmuiden. En vervolgens 50 jaar later, in datzelfde IJmuiden was hij ook aanwezig toen ik geïnstalleerd werd. Ja. Vinden we het wel een mooie cirkel. Dat is eigenlijk wel een pracht verhaal dat hij het heeft mogen meemaken. Absoluut. En dank voor de condolences. Ja. Ja.
Nou, ik kan me ook nog herinneren dat je toen bij het Havenfestival rondliep en dat ik je feliciteerde. Want je liep toen met je schoonouders. Ja. Was wel heel speciaal, want ik kom uit de Muiden vandaan. Je bent met de Namuiderse getrouwd. Ik ben met de Namuiderse getrouwd. Mijn schoonvader is een Namuidenaar en mijn schoonmoeder is een meisje uit Zandpoort Noord. Ja, ja, dat is de... Van Leeuwen. Ja, dat spreekt allemaal vreselijk aan. En ja, over je vrouw zal ik het maar niet hebben. Waarom niet, Jacques? Nou, kom er wel eens tegen, geloof ik. Ik dacht het wel. Goed. Ga je nog wel eens naar Suriname? Ben je er al geweest? Of heb je daar nog een band mee? Of zeg je van, nee, ik ben eigenlijk helemaal een Nederlander? Kijk, ik ben een Nederlander. Ik ben geboren in Amsterdam, opgegroeid in de Haarlemmermeer. En vervolgens mijn weg voortgezet in de Nederland. Laat ik dat voorop stellen. In Suriname ben ik in het verleden met een zekere frequentie geweest. En dat valt op één hand te tellen. Ik heb me ook ingezet voor Stichting Vriendschapsbanden Nederland-Suriname. Toen ik ging werken in Velsen, heb ik dat soort nevenfuncties beëindigd. Bewust beëindigd. Waarom? Dit is een gemeente waar je gewoon 7, 24 uur aan de slag kan zijn. Ja, en dan moet je ook beschikbaar zijn voor die gemeente. Je weet, ik wilde ook binnen een jaar in Velsen wonen. Dat is ook gelukt. Heel snel. Ik heb gezeten met mijn woning in de Kop, in de Noordkop. Ja. Die was je niet meteen kwijt, laat ik dat voorop stellen. In winkel? Ja, in winkel. Dat heeft nog ruim anderhalf jaar geduurd. Maar wij wilden gewoon op naar Velsen toe. Hier moet je wonen. We wonen mooi in driehuis. Niks te klagen, gewoon prima zo. En met volle plezier dat we hier in Velsen mogen zijn. Ja. Nou, toch kom ik tot het andere punt. De Velsenaar, bestaat die eigenlijk? De Velsenaar is divers. Kijk, het is net als Maxima ooit zei, de Nederlander bestaat niet. De Nederlander is een Limburger, is een Groninger, is een Zeeuw. En de Velsenaar is ook heel divers. En ieder dorp heeft zijn eigen rieten en heeft zijn eigen feesten en heeft zijn eigen kwaliteiten. En dat koort door al die dorpen heen, of het nou Zandpoort Zuid is, of dat het Velsen Noord is, of dat het Velsenbroek is. Dat behoort allemaal bij die gemeente Velsen. En het mooie is, je zou eigenlijk kunnen zeggen, we hebben woningen van vele tonnen. We hebben wat stapelwoningen. We hebben zo'n grote diversiteit. Het is klein Nederland. En dat is het mooie van Velsen. Ja. Nou, we hebben net over het werken gehad. En dat concentreert zich grotendeels op het IJmuidense. Maar IJmuiden, ja, daar wordt toch een beetje vanuit die andere kernen wel eens een beetje op neergekeken. En als oud en geboren IJmuidenaar heb ik daar wat problemen mee, eerlijk gezegd. Ja, ik nodig iedereen dan uit om naar uit Oud-IJmuiden te gaan. En te kijken hoe mooi IJmuiden is. Ik sprak net al over dat decor, die prachtige hoogovenwand. Ik vind het mooi en als ik in de avonturen kom is het gewoon een lichtstad wat je dan eigenlijk ziet. Ga op de Kop zitten en al die boten komen binnen, blijft een mooi plaatje. Dus ik begrijp dat niet. IJmuiden is een sieraad om te zien, maar je moet het wel willen zien. Er zijn bepaalde plekken in IJmuiden wat absoluut beter kan, wat mooier kan. Nou, het havenkwartier met woord opgeknapt. Dankjewel, volstrekt met je eens. Ja, en dat is niet van vandaag op morgen gebeurd, maar het begin is er. Net zo goed als ik groots ben eigenlijk als ik kijk naar Velsen Noord. Het park wat we gemaakt hebben, die groene long. Mooi om te wandelen, mooi om gewoon om te zijn. Nu ook als ik kijk naar die school die in Velsen Noord wordt gerealiseerd. Nou, binnenkort mag je eigenlijk open, kunnen we stellen. Dat zijn prachtige sieraden. Ik was nou bijvoorbeeld in IJmuiden, en dan moet je me even helpen, hoe heet die school? Origon? Origon. En ik bezoek dan wat stembureaus. De schooldirecteur kwam ik daar tegen. En hij nam even de tijd om mij de school te laten zien. Toen ik in het gebouw binnenwandelde, en dat is een jaar oud, dacht ik, wat prachtige architectuur. Wat is mooi. Past mooi in het duinlandschap. En binnen, fantastisch gebouw, mooie lichtval. Daar zou ik mijn kinderen met plezier naartoe sturen als ik in de buurt zou wonen. Ja. Nou ja, het is de Tourmalijn, hè? Dus dat is toch een andere school? Dat is omdat ik in Driehuis woon, maar woonde ik in IJmuiden. Dan zijn dit echt scholen waarvan je denkt dat ze een mooie sieraden. Ja. Toch maar gerealiseerd in deze collegeperiode. Zo is dat. Ja, en de andere ook die nu binnenkort geopend worden, Zandloper. Hè? Samen met de sporthal. Wanneer gaat dat gebeuren? De tijd weet ik echt niet en ik ga hier geen uitspraken doen. Als ik iets niet weet, dan zeg ik het niet. Dat weet je van mij. Ja. Maar we zijn gewoon bezig om ervoor te zorgen dat de jonge generatie met plezier naar school gaat. Want juist die jonge generatie is nodig. Willen we die bloeiende, sterke welvaartseconomie houden die we nu hebben. Ja. Je wilde burgemeester worden. Eerst is dat in de Noordkop geweest, een kleine gemeente. Nou, Velsen, een lastige gemeente.
We hebben nog iets noordelijker. Die is nog lastiger, vind ik zelf. Wat denk je dan aan? Dat is de gemeente waar mijn vader naar school ging, Beverwijk. En ja, waarbij alle commissaris van de koning zegt, hoe zit het in elkaar eigenlijk daar? Want ze begrijpen het soms niet. En wij werken ermee samen. Hoe gaat dat? Wij werken met Beverwijk en Heemskerk heel intensief samen als Eimondgemeente. En we beseffen dat we elkaar nodig hebben. Als ik naar die befaamde 3 decentralisaties kijk, hè, taken die de Rijksoverheid heeft overgegeven op het gebied van jeugd, op het gebied van werk, op het gebied van zorg in de richting van de gemeente. Nou, dat is een gigantische operatie geweest. Dan constateer ik dat zelfs die staatssecretaris van Rijn het compliment heeft gemaakt over die Eimond, hoe we dat gedaan hebben met het tempo en de kwaliteit. En de milieudienst, zelfs Haarlem wilde aangesloten zijn bij de milieudienst die wij al sinds mensenheugenis hebben in Eimond. Heel veel producten in die milieudienst, Eimond, worden bijvoorbeeld ingekocht door Waterland, Purmerend en Omgeving. Waarom? Goede prijs- en kwaliteitsverhouding. Mooie mentaliteit van doorpakken. Ja, ik ken ook de boeken, Jacques, net als jij, waarin Velsen en Beverwijk met de rug naar elkaar toe stonden. En het is altijd leuk om af en toe tegen je buren te zeggen, jullie begrijpen er niks van. Ja, af en toe wilden ze Velsen Noord er ook nog bij hebben, die wijkers. Hè? Ach. Maar tegelijkertijd verbindt dat kanaal zoveel. Die 65.000 FTE die we hebben dankzij dat Noordzeekanaal. 65.000 banen. Zo belangrijk. De grens houdt echt niet op tussen Beverwijk en Velsen. Dat is iets wat in onze hoofden zit. Als ik zie hoeveel bestuurders ik spreek, of mensen uit IJmuiden die met Beverwijkse meisjes of wijkers, zoals je dat net noemde, getrouwd zijn, of verloofd zijn, of wat dan ook, of samenwonen. Ja. Kom mensen. Ja, nou ja, maar die twee anderen staan ook met de rug tegen elkaar. Ze hebben zelfs de wegen niet bij elkaar laten aansluiten. Waar heb je het over? Welke twee? De gemeente waar je ook gewerkt hebt. Beverwijk met Heemskerk. Ja, Beverwijk en Heemskerk. Kijk, we kunnen heel druk doen, maar soms heb je elkaar heel hard nodig om iets te realiseren. En dan zitten we aan tafel en dan doen we zaken en dan kijken we elkaar in de ogen aan. Ja. En dat gebeurt nu. Het is een nieuwe kwaliteit. Van besturen merk ik, er zit een nieuwe lef. We praten over grote onderwerpen. Hoe ga je om met de arbeidsmarkt? Hoe ga je om met het onderwijs? Ik verwacht dat er dit jaar een mooie eimondiale strategische agenda komt, waarin we laten zien wat we willen bereiken in de periode 2015 en 2018. Waar de portefeuillehouders keihard aan werken, want ze ontmoeten elkaar al als 3 gemeenten. En de Eimond die krijgt steeds meer smol in de metropoolregio Amsterdam. Zuid-Kennemerland weet donders goed hoe we aan het werk zijn. En een commissaris van de Koning, die haalde net al, en zeker als oud-gedeputeerde, aan hoe onze relatie is met het provinciebestuur. Dat is prima. En dat houden we ook zo. Ja, hier wordt er gewerkt, hier wordt het verdiend. Ja. In de Eimond. Die commissaris en trouwens ook de gedeputeerde. Trouwens ook uit, volgens mij, van Surinaamse afkomst. Mevrouw Sweet. Ja. Zijn erg glas voor een fusie van de gemeente. De gemeenteraden gaan er zelf over. En het woord is aan de gemeenteraden daarover. En Velsen heeft een net gesloten huishoudboekje. De cijfers kloppen. Het ziet er stabiel uit. We hebben ook weer een goede wethouder zitten op financiën. We hebben een Alkaloen gehad, we hebben een Vennik gehad en nu zit een Verkijker bovenop. Dat gaat goed, we zijn gezond. We zorgen er ook voor dat we naar de toekomst kijken en dat we doorgaan met plannen realiseren. Niet alleen plannen maken, maar ook echt doen. Misschien komen we daar nog ook over te spreken. We hebben een beeld wat we willen bereiken in de toekomst. Hier is de maakindustrie. En die maakindustrie, dan heb ik het over de hoogovens, menigeen begrijpt dat nog niet. We hebben ooit eens Van der Laan en Gerels, dat is een wethouder uit Amsterdam, die hebben er naartoe gehaald, die hebben gezegd, jullie kennen die hele maakindustrie niet. Kom eens kijken en maak het nou eens mee. Maak nou eens tijd in je agenda. Ik heb ze uitgenodigd, ze zijn gekomen. We hebben ze ontvangen. Het heeft ertoe geleid, Jacques, dat we vervolgens de ogen open gingen. Dat ze zagen hoe mooi dat proces is, hoe bijzonder het is dat het enige bedrijfsvakschool in Nederland is bij Tata Steel, is bij de Koninklijke Hoogovens. Ik gebruik even de oude benaming nog. KNH's. Ja, mijn schoonvader is tenslotte ook een staalarbeider. En vervolgens hoeveel kennis en kunde er zit. 1 baan in de maakindustrie levert, zeg maar, in de kantoorsector, we noemen dat met een mooi woord, de kwartiere sector, 2,3 FTE op. Ja. En dat hebben die Amsterdammers ook uitgelegd, met plezier. Ja. Die zagen opeens hoeveel kennis, hoeveel kunde en hoeveel kwaliteit er zit. Dat heeft ertoe geleid dat we een zogenaamde Amsterdam Economic Board hebben, waarin de voorman van Tata Steel, Hans Fischer,
op dit moment, en dus Van IJmuiden, en hij is ook Chief Technical Officer van de European Board, dat hij participeert in die board om te laten weten hoe belangrijk het is dat onderwijs en arbeidsmarkt en wetenschap goed op elkaar aangesloten zijn, dat we een staalbedrijf houden wat niet alleen bestaat de komende jaren, maar wat er over 10, 20 jaar nog is. Ja. Nou ja, een doelstelling van de gemeente Vels is om kennis en onderwijs te verenigen met elkaar. Dat is het nu, hè? Daar hebben we ons hard voor gemaakt met de visie Velsen 2015. Ja. En dat rollen we nu keihard uit. Ja, ja, en dan vraag ik me wel dus af. Hè. We hebben wel eens over een gemiste kans gehad, want we hadden bijna een technische hogeschool hier kunnen realiseren. Ja, maar nu zit jij in de jaren 70. Ja, nou ja, goed, maar dat is toch... Toen was ik 6 jaar. Het was prachtig geweest wanneer die er had gestaan en niet in Enschede. Volstrekt met je eens. En de minister van destijds heeft dat me verzekerd dat dat door het mislukken van die Eimond-fusie, ook in die jaren, dat het toen naar Enschede gegaan is. Maar goed, hoe gaan we dat onderwijs dan incorporeren? Behalve dat Tata Steel dat zelf heel erg goed doet. Ja. Nou, je haalde een mooie anekdote aan. Jij bent voorzitter van oud-provinciebestuurders van Noord-Holland. En je hebt mij ooit in contact gebracht op een informele ontmoeting. Want je bent een trotse IJmuidenaar. En je had van Kemenade, maar ook allerlei provinciebestuurders meegenomen naar IJmuiden. Ik mocht daarbij aanwezig zijn. En ik herinner mij inderdaad de woorden dat van Kemenade, oud-commissaris van de koningin, toen nog Noord-Holland. Ja. Nu hebben we de koning, dus daar moeten we anders zeggen. Maar toen commissaris van de koningin. Mij de les las en aangaf, je hebt wel een kans gemist. En een bestuurder is ook verantwoordelijk voor de daden van vorige bestuurders. Dat ga ik niet uit de weg. Maar ja, wij hadden hier de Technische Universiteit kunnen hebben. Ja. Die is naar Twente gegaan. Heeft ook te maken met het momentum dat daar ook werkgelegenheid moest komen en alle kansen. Was die in IJmuiden geweest, in Velsen, dan hadden we een heel andere positie wellicht gehad. Maar in de tijd van nu zie ik dat een bedrijf als Tata Steel nauwe contacten heeft met de Universiteit van Delft, een van de belangrijkste universiteiten voor het staalproces. Ik zie dat bedrijven als Airborne hebben nauwe contacten met de Universiteit van Twente en van Eindhoven. Ik merk dat mijn bedrijfsleven bijvoorbeeld met het schaaktoernooi gaat. Vorig jaar waren ze met z'n allen vertrokken richting de campus in Eindhoven. En dit jaar zijn ze vertrokken naar het Rotterdamse. Ja. Dus de lijnen zijn kort. Je hoeft niet meer een fysiek gebouw te hebben. Sommige zaken lopen gewoon via de nieuwe werkelijkheid in de netwerksamenleving op een digitale verantwoorde manier. We halen de kennis binnen om sterker te worden, om beter te worden. Nou, je praat over werkgelegenheid in deze regio en dat is inderdaad een maakcentrum. Hè? Dat is de tegenstelling tussen 010 en 020 zou ik bijna zeggen, maar ook een beetje bij 023. Dat klopt. Ja, 0255, dat is de werkregio, om het zo maar te zeggen. Nou ja, Driehuis hoort er ook een beetje bij. Ja, jouw telefoonnummer. Maar toen je telefoonnummer start met 0255. Ja, daarom. Ja, niet met 023. Nee, niet met 023. Nee, Driehuis hoort nog net bij het IJmuidense. En dat is natuurlijk een beetje een ambtenarendorp. Dus een heleboel ambtenaren wonen in een beetje ziek op Driehuis natuurlijk. Niet in IJmuiden. Maar goed, daar hebben we het al een keer eerder over gehad. Hoe zie jij dat nou, die plussen? Als econoom zeg ik tegen je natuurlijk, er zijn plussen, die werkgelegenheid is vreselijk belangrijk, maakindustrie is belangrijk. Er zijn voorspellingen dat met name de middensector gerobotiseerd wordt, dat je de lage werk heb je mensen voor nodig en voor het hoog gekwalificeerde werk. Dus het dreigt ook het een en ander. Dus heel belangrijk, maar daar zit natuurlijk met name in die maakindustrie, zit er ook een milieukant aan. Zitten ook bedreigingen voor Vels. En je bent verantwoordelijk als burgemeester voor de veiligheid. Welke garanties kan je ons geven? Ja. Garanties ga ik niet geven. Ik heb geen glazen bol om te zeggen hoe de toekomst eruit ziet. Ik ga je vraag in tweeën knippen. Want je vraag ging over milieu en je vraag ging over veiligheid. Ja. Laat ik eerst starten met milieu. Daar heeft de provincie nog steeds een taak. Daar heeft de omgevingsdienst een taak. Wij zijn ook bestuurders van die omgevingsdienst. Omgevingsdienst, vroeger noemden we dat Milieudienst Eimond. En we zitten wel degelijk erop om te weten van hoe gezond is het om het wonen rondom het staalbedrijf. Als ik met ze, en ik heb een paar weken geleden met de hele staf, met de hele directie van Tata Steel weer aan tafel gezeten, dan hebben we het over dat soort onderwerpen. Dan wil ik weten welke milieumaatregelen, gezondheidsmaatregelen ga je nemen in de toekomst. Hoeveel miljoenen zijn daarvoor vrijgemaakt? Goed, ik kan terugblikken en ik kan al die roetfilters allemaal noemen die men geplaatst heeft. Doekfilters die men geplaatst heeft, zijn er toch een tigtal stuks, 100 miljoen euro het stuk.
En ik merk dat men doorgaat met forse investeringen. Waarom? Want laten we dat ook een keer uitspreken. IJmuiden is binnen Europa voor Tata Steel het enige bedrijf wat zwarte cijfers draait. Ja. Wat goede cijfers draait. Ja. Ja, en ik zit daar ook nadrukkelijk ook bovenop samen met mijn college. Omdat wij van belang vinden dat het bedrijf gezond is, gezond blijft. Maar ook oog heeft voor gezondheid en milieuvraagstukken in de omgeving. Dat is over milieu en gezondheid. Je andere vraag ging over die veiligheid. Ja. Daar wil ik ook heel nadrukkelijk over opmerken. Maar ik wil het over het licht er ook nog even hebben. Want die strijd hebben jullie helaas verloren. Maar je wilde net het met mij hebben over veiligheid. Ja, nou goed, combineer het maar. Je bent wel... Ja. Nou, dit bedoel ik nou. Hè. Mes op je keel. Ja. Misschien moet ik zo direct ook nog een cactuskussie. Dat kan allemaal. Ja. Over die veiligheid, één punt. Door het gezamenlijk oefenen. Door er een grote stuurgroep op te hebben dat wij zeggen we willen een incidentbestrijdingsplan Tata Steel hebben wat geactualiseerd is. Dan zit ik nadrukkelijk met mijn collega's van de veiligheidsregio Kennemerland, met mijn collega burgemeesters, met de directeur van Tata Steel aan tafel. En dan doen we daar heel hard zaken over en dan maken we concrete afspraken. Hoe wordt bevolking gealarmeerd als er een incident zich voordoet? Hoe zorg je ervoor dat als een incident plaatsvindt op het bedrijventerrein zelf, dat in de communicatie mensen goed geïnformeerd worden en zich geen zorgen hoeven te maken, maar wel weten wat er gebeurt. Al dat soort onderwerpen komen voorbij. En het gaat er niet alleen maar om dat we erover praten. We hebben ook tegen elkaar uitgesproken. In 2016 wil ik het een keer in de praktijk geoefend hebben. Ja. Ja, zien hoe het gaat. Ja. Het is iets wat te lang geleden, vind ik weer, dat je het ingeoefend hebt. Dat is weer 2, 3 jaar geleden. Dus om de zoveel tijd erop. En dat heb ik met de heren afgesproken. Eerste half jaar 2016 draai ik weer een oefening om te zien, is iedereen scherp? Werken de meldkamers van Tata Steel en van mijn veiligheidsregio Kennemerland samen? Spreken ze dezelfde taal? Voldoe ik aan alle eisen om heel snel erop te zitten met brandweer, met politie, met ambulances? Dat vind ik van belang. Ik ga niet zeggen, gaat u maar rustig slapen. Ik kan alleen maar eerlijk tegen alle inwoners van Velsen zeggen, ik heb er aandacht voor, wij hebben er aandacht voor en we zorgen ervoor dat we blijven oefenen. En dat wanneer er een probleem zich mocht voordoen, dat we er dan ook zijn. Dat over de veiligheid. Maar jij wilde een paar vragen over lichtere stellen. Ja, nou toch even over die veiligheid. Toen ik in de jaren 60 raadslid was, zei een burgemeester zei tegen me, nou als er wat gebeurt, zijn we het eerst de halve dag van slag en dan komen we in actie. En ik heb het idee dat dat wel verleden tijd is. Zo'n benadering. Je hebt een scherp oog. Oké, nou laten we daarop houden. Nee, dus, ik kijk me naar Moerdijk en zo. Het is hartstikke lastig als er wat gebeurt. Het is altijd onverwacht. En ja, je moet inderdaad improviseren en toch de lijn hebben. Kijk, Jok, ik ben het volstrekt met je eens. Je kan niet een halve dag achterover leunen als een incident zich voordoet. Dat mag niet, dat gebeurt niet. Dat is oud denken. We zijn verantwoordelijk. Een kerntaak van de overheid is en blijft openbare orde en veiligheid. De wet heeft dat neergelegd bij de burgemeester. Die is daarvoor op aanspreekbaar. Je haalt Moerdijk aan. Dat is niet zo lang geleden. En ik ken de evaluatierapporten van Moerdijk. En ik ga die ook lezen om te weten van wat moet ik niet doen. En hoe hebben wij het eigenlijk geregeld? Maar als een incident zich voordoet. Je moet me even hebben met zo'n auto die dan in het publiek inrijdt. Dat was in het oosten van het land. Dankjewel, in Haaksbergen. Dan ben ik ook gealarmeerd. Dan vraag ik me ook af, kan zo'n situatie zich voordoen in Velsen? Hoe doen we dat? En dan ga ik ook vragen aan mijn collega's van vergunningen. Laat eens even zien. Hoe gaan wij ermee om? Ja. En natuurlijk kan een incident zich voordoen. Ik ga niet zeggen, er gebeurt niks in Velsen. En Velsen is altijd 100% veilig. Nee, want de inwoners bepalen zelf ook hun veiligheid. En zijn ook mede verantwoordelijk voor hun veiligheid. Je weet dat we het project horen, zien en melden hebben. En ik merk opeens hoe mooi het is dat de inwoners zelf meedenken. En zelf mede verantwoordelijk zijn. Maar voor die veiligheid hebben we u hard nodig, inwoners van Velsen. Maar ook ons bedrijfsleven en ook onze maatschappelijke organisaties. Veiligheid doen we samen. Nou, even over het lichtere. Met name natuurlijk over de milieuhinder die kan gaan ontstaan bij het overslaan van die lichte, van die boten met stof, fijnstof en ultrafijnstof voor die mooie nieuwe huizen daar in Oud-IJmuiden. Je zegt net, we hebben de slag verloren van Amsterdam. Lichtere is een heel complex dossier wat je eigenlijk aanhaalt. De Raad had natuurlijk een uitspraak gedaan. Amsterdam, de stad Amsterdam, de gemeente Amsterdam, dacht daar anders over. Die kijkt in eerste instantie naar business opportunities. We hebben hun als Velsen duidelijk ook gemaakt van, er zijn meer dossiers waarin je elkaar moet vinden en moet willen samenwerken. Ik denk bijvoorbeeld aan het havenbedrijf, beide, CH-bedrijf in Muiden, NV en het havenbedrijf Amsterdam.
als we oplossingen en beslissingen nemen, laten we die op de lange termijn nemen. Goede beslissingen die lang mee kunnen en die wel degelijk dat werk garanderen, maar ook die gezondheid garanderen. En dan kan je wel een slag verliezen, maar dat is niet de oorlog verliezen en het mag niet tot een oorlog komen. Want je moet samenwerken in dat kanaal voor de toekomst. En dat beginnen de Amsterdammers. En ik heb onlangs met de Amsterdammers, met Van der Laan en Kajsa Ollengren, dat is de nieuwe havenwethouder, weer samen zaten we weer bij elkaar. Dan komen dit soort dossiers uit het verleden voorbij, maar we blikken ook naar de toekomst. Zij hadden mij nodig, de Amsterdammers, want wij zaten met een Europese topambtenaar aan tafel, samen met haar secretaris. Het was een oud-minister van Onderwijs en Wetenschappen van Frankrijk, die topambtenaar in Brussel is geworden voor de EU, de Europese Unie. En wij wilden daar maar liefst iets van 96 miljoen euro binnenhalen aan subsidiegelden om die sluis te realiseren. En dat is een gigantisch project, iets van 850 tot 900 miljoen euro. Maar die sluizen zijn zo belangrijk om die haven overeind te houden, die cruise liners binnen kunnen komen, ook soms kunnen doorvaren naar Amsterdam, maar ook wij heten ze van harte welkom in onze haven. Ja. Ja? En je merkt dat soort zaken, want we hebben dat geld wellicht binnen, we krijgen pas een definitief besluit over die vele miljoenen eind dit jaar, maar dan werken we samen. Dan is het schouder aan schouder. Dan staan we voor het belang van. Veel mensen kennen die dimensie van mijn werk niet en vragen waar is die weerwind nou mee bezig. Ik zit dan aan die tafels om geld veilig te stellen dat we dat soort projecten kunnen realiseren, dat uw kinderen en uw kleinkinderen werk behouden in onze regio. Nou, dat klinkt fantastisch en ik hoop ook dat het lukt, want het is een hele grote clusterwerkgelegenheid in ons land en ook in onze regio. Ik wil nou nog even een ander facet. Je wil voor 6 jaar, als de raad het wil, wil je door. Je bent een D66-man. En die partij doet het nogal erg goed. Dus, vakante posten zat komen er. Over 2 jaar zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Staatssecretarissen, ministers moeten zich al aanleveren. Ook grote burgemeestersposten. Groter dan Velsen. Maar blijft Driehuis toch Driehuis? Kijk, Laat ik vooropstellen, is mooi dat D66 goed doet. Maar het is mooi dat er een toekomst is, ook voor D66. Dat is mooi, sociaal-liberaal. Ik heb die achtergrond, maar ik dien mijn gemeenteraad. En het mag niet zo zijn dat mijn D66-kleur bepalend daarin is. Dat heb ik in de afgelopen 6 jaar niet laten zien en ik wil het ook zo houden. Ten aanzien van Den Haag, ik kan niet zeggen nooit nooit. Dat zou niet eerlijk zijn. Maar ik kan wel aangeven, op dit moment zet ik me in voor Velsen. En zeker met de herbenoeming in het oog blijf ik me inzetten voor Velsen. Ik denk dat het hele mooie woorden zijn. Ter afsluiting, dames en heren, u hoort hier de burgemeester van Velsen. En wat hem betreft en wat ons betreft, ik denk de hele gemeente betreft, blijft hij dat nog tenminste 6 jaar. Maar ja, garanties geeft hij tot ongeveer de voordeur. Dat is hier erg mooi in Villa Westend. Deze eerste uitzending van de Markante Velsenaar. Chuck, dank voor het interview. Graag gedaan, Frank.